Gemeente, hoor nu het woord van God dat we deze middag met elkaar willen lezen uit het eerste Bijbelboek, Genesis. We willen een paar gedeelten uit de eerste hoofdstukken lezen met elkaar. We beginnen bij Genesis 1 vanaf vers 26 en we lezen dan door tot en met hoofdstuk 2 vers 7. En ik zal daarna de andere versen noemen die we vervolgens nog uit hoofdstuk 2 en het hoofdstuk 3 met elkaar willen lezen. We beginnen dus te lezen Genesis 1 vanaf vers 26 tot en met hoofdstuk 2 vers 7. En het woord van de Heere komt dan als volgt tot ons. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte in de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen in de zee en over het gevogelte in de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan alle gedierte van de aarde en aan alle gevogelte in de hemel en aan alle kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten van de hemel en van de aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En al het struik van het veld, eer hij in de aarde was, en al het kruid van het veld, eer het uitsproot, want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde en in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En we willen dan verder lezen in datzelfde hoofdstuk vanaf vers 18. Genesis 2 vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte in de hemel gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte in de hemel en van al het gedierte van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees, men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. En dan willen we tenslotte nog een stukje lezen uit Genesis 3 vanaf vers 15. Genesis 3 vanaf vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zei hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebald zeggend, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid van het veld eten. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als ons er een, kennend het goed en het kwaad, nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de Hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de Hof van Eden en een vlammig lemmer van een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen nu met... Gemeente, wij gaan vanmiddag verder met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Aan de beurt van behandeling is zondag 41. De zondagsafdeling die gaat over het zevende gebod. We willen die zondag eerst met elkaar lezen. Dan wordt er in vraag 108 gevraagd, wat leert ons het zevende gebod? Antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijken staat of daarbuiten. Vraag 109, verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord, dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. En gemeente, het is mijn voornemen om deze zondag in 3 keer te bepreken. Vanmiddag gaat het over de plaats van man en vrouw in de schepping, maar ook na de val. De tweede preek zal gaan over man en vrouw binnen het huwelijk. En de derde preek, als de Heer het geeft, zal gaan over man en vrouw buiten het huwelijk. En dan is het thema van de preek vanmiddag man en vrouw voor en na de val. Man en vrouw voor en na de val. We staan stil bij 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een goddelijk ontwerp. Dan gaat het over hoe de Heere God het bedoeld heeft, man en vrouw zijn. In de tweede plaats staan we stil bij een diepe val. Dan zien we hoe het geworden is door de zondeval. En in de derde plaats staan we stil bij een wonderlijke belofte. En dat de Heere met zijn belofte komt, waardoor het niet hoeft te blijven, of in ieder geval niet zo hoeft te blijven zoals het door de val geworden is. Het thema van de preek is dus man en vrouw voor en na de val. 3 gedachten, een goddelijk ontwerp, een diepe val en een wonderlijke belofte. Gemeente, jongens en meisjes, waar moeten we beginnen bij de behandeling van het zevende gebod? Moeten we beginnen bij onkuisheid en onzuiverheid? Moeten we beginnen bij overspel en echtscheiding? Moeten we beginnen bij die donkere opsomming uit antwoord 109, alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan?
Waar moeten we vanmiddag beginnen? En daar is uiteindelijk maar één antwoord op. Bij het begin. Zoals Jezus dat zelf ook deed. Bijvoorbeeld in Matteüs 19. Als hij die vraag voorgelegd krijgt over die scheidbrief die Mozes ingesteld had. En ze het hem voor de voeten werpen. Mozes heeft toch geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten. Wat doet de Heer Jezus dan? Dan zegt hij, maar, want hij stemt inderdaad in, Mozes heeft dat gedaan, dat ontkent hij niet. Maar, zegt hij dan, van den beginnen is het al zo niet geweest. Dan gaat de Heer Jezus dus vanuit de concrete vraag die hij voorgelegd krijgt. Hoe zit dat dan met die scheidbrief van Mozes? Gaat hij terug naar het begin. Van den beginnen is het al zo niet geweest. We moeten dus allereerst terug naar het begin. Naar het paradijs. Naar de schepping van Adam en Eva om daar te zien hoe God het bedoeld heeft. En we hebben het zo even met elkaar gelezen. Man en vrouw geschapen op de zesde dag. Genesis 1 vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, enkelvoud. Dan gaat het niet over Adam alleen, over Adam en Eva. Dat blijkt uit het vervolg. Man en vrouw schiep hij hen. En samen, als man en vrouw, zijn ze het beeld van God. En gemeente, daar komen we nu de eerste fundamentele lijn tegen als het gaat over hoe God het bedoeld heeft met man en vrouw. Beiden zijn ze beelddrager van God. Dat wil zeggen, man en vrouw zijn gelijkwaardig. De een is niet meer of beter dan de ander. Daar zet de Bijbel mee in. Zo heeft de Heer het bedoeld. Man en vrouw, samen beelddrager. Samen die taak om rentmeester te zijn. Samen die taak om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen. Gelijkwaardig. En u denkt misschien bij uzelf, dat hebben we ook gelezen. Genesis 2 vers 18. Als de Heere God zegt, ik zal hem, Adam, een hulpen maken die als tegen hem over zijn. Dat u bij uzelf denkt, ja, dat wordt nu wel gezegd dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Maar als ik zo'n tekst lees, dat klinkt in ieder geval niet gelijkwaardig. Een hulpen van de man. Ben ik dat dan als vrouw? En dat ligt nog eens heel gevoelig ook in onze tijd, die er bol van staat, van gelijke behandeling, van gelijke betaling, van vrouwenquota in het bedrijfsleven en in de politiek. En dan een hulpe. Het is wel belangrijk, gemeente, dat u er niet in uw gedachten een J tussen leest. Dat de vrouw het hulpje van de man zou zijn. Dan doet u deze tekst en daarmee ook hoe God het bedoeld heeft, onrecht. En als we nou naar dat woord hulpen kijken, dan wil ik daar twee dingen over opmerken. In de eerste plaats dat de man blijkbaar wordt uitgetekend als iemand die hulp nodig heeft. Hulp behoevend. Dat zet de man ook al direct op zijn plaats. Hij heeft die hulp blijkbaar nodig. En u hebt misschien allemaal wel bepaalde beelden in gedachten, bepaalde voorbeelden die bij u bovenkomen. Of het nou een jonge knul van begin 20 is die op kamers woont, of een oudere man die alleen is, een mannenhuishouden. Man is blijkbaar hulpbehoevend. En daar komt wat bij, dat wil ik als tweede opmerken. En dat hebben we zo even ook gelezen. Eva wordt genoemd een hulpe tegenover Adam. Mogen we ook niet overheen lezen.
Niet een hulp boven Adam om hem aan te sturen. Niet een hulp beneden Adam om zijn voetveeg te zijn. Tegenover. Daar komen we ook weer dat gelijkwaardige van man en vrouw tegen. Ze staan op ooghoogte van elkaar. Zoals de rabbijnen ook al opmerken in hun uitleg bij deze tekst. Eva is niet geschapen uit het hoofd van Adam om hem aan te sturen. Ook niet geschapen uit een deel van de voet van Adam om zijn voetveeg te zijn. Maar uit zijn rib, uit zijn zijde, onder zijn arm om door hem beschermd te worden. En dicht bij zijn hart om door hem bemind te worden. Adam en Eva zijn gelijkwaardig. En we moeten het ons in de tijd waarin wij leven echt niet laten aanpraten alsof de Bijbel iets anders zou zeggen dan dat. Gelijkwaardig. En natuurlijk, dan moet er daarna ook opgemerkt worden dat ze weliswaar gelijkwaardig zijn, maar dat ze niet gelijk zijn, dat ze niet identiek zijn. En dat hoeft ons ook niet op te vallen. Man en vrouw zien er verschillend uit. Man en vrouw denken ook lang niet altijd op eenzelfde manier. Misschien dat u daar wel alles van af weet in uw eigen huwelijk. Dat man en vrouw soms heel anders kunnen denken. De man meteen problemen oplossen terwijl de vrouw daar helemaal nog niet klaar voor is. En die wil juist eens een keer daar eens goed en grondig over doorspreken. Dat zit allemaal in dat machtige scheppingsontwerp van God. Man en vrouw gelijkwaardig, maar vervolgens niet identiek aan elkaar. Ja, ik weet het, dat wordt in de Bijbel ook wel zo omschreven. En dan vindt u het misschien toch weer moeilijk dat de man het hoofd van de vrouw is. Ook zo'n uitdrukking waar we ons aan kunnen stoten, en ik heb het al meer dan eens meegemaakt in een huwelijksgesprek, dat de bruid zich wat beschroomd afvroeg, wordt dit nu straks echt gelezen in onze trouwdienst? Dat hij het hoofd van mij is. En wat moeten mijn collega's dan wel denken als ze in de trouwdienst komen? Ook daar wil ik twee dingen over opmerken, gemeente. In de eerste plaats dit. Wat is nu een hoofd zonder lichaam? Niets toch? Hoofd en lichaam ziet niet op meer en minder, maar hoofd en lichaam kunnen niet zonder elkaar. En daar komt nog wat bij. Want wat betekent het precies om hoofd te zijn? Bij een vluchtige lezing lijkt het alsof dat de erepositie is. Dat je het dan voor het zeggen hebt, dat je dan aan de touwtjes trekt en dat de ander dan maar moet uitvoeren wat jij bedenkt. Nou, zo is het niet. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 dat de Vader het hoofd is van de Zoon van Christus. En dat Christus het hoofd is van de man. Ja, en dat de man vervolgens het hoofd is van de vrouw. En als we die keten op ons in laten werken, dan voelen we toch direct, dan kan er van onderdrukking of van achterstelling toch geen sprake zijn. Zou Christus dat doen richting de man? Dat is ondenkbaar. Hoofd zijn betekent een hele grote verantwoordelijkheid. Geen luxe positie, geen erepositie. Als ik denk aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, dat hij spreekt over Christus en over zijn gemeente als het in het beeld van bruidegom en bruid. En dan weet u het toch, gemeente, wat heeft Christus voor zijn bruid gedaan? Nou, dat weten we allemaal met ons hoofd. Ik hoop dat u het ook met uw hart mag nazeggen. Hij gaf zijn leven voor mij. Nou, dat betekent het om hoofd te zijn. Hoofd zijn van uw vrouw betekent dat u bereid bent om uw leven voor haar te geven. Heeft dus niks te maken met heersen en het voor het zeggen hebben, maar heeft te maken met dienen. Zelfs als dat mijn leven zou kosten. We gaan terug naar hoe God het bedoeld heeft. Dat heeft Adam gevoeld toen de Heere God zijn vrouw bij hem bracht. Hij is er verwonderd en verrukt over.
Hij zingt het uit. Deze is ditmaal been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Men zal haar manin heten. Hij zingt een loflied over zijn vrouw. Even tussen haakjes, doet u dat ook wel eens? Een loflied zingen over uw man. En een loflied zingen over uw vrouw. Ik kan het ook anders vragen. Mannen, geeft u uw vrouwen wel eens aanleiding om een loflied over u te zingen? Geeft u daar wel eens aanleiding voor? Of is het naar buiten toe altijd de galante man en binnenshuis heel anders? Ja, dan geeft u haar geen aanleiding om een loflied over u te zingen. En ik vraag het ook aan de vrouwen. Geeft u uw man wel eens aanleiding om een loflied over u te zingen? Of is het buitenshuis met vriendinnen altijd gezellig en is het binnenshuis heel anders? Maar we moeten maar mee rekenen, als het loflied op elkaar op gaat drogen, dan gaat het huwelijk op de automatische piloot verder. En dat gaat niet goed. Zo heeft de Heere God het bedoeld. Man en vrouw die elkaar op een wonderlijke wijze aanvullen. En ja, het loflied dat dan steeds weer opwelt in het hart over de ander die ik van de Heere gekregen heb. Eén ding nog gemeend aan het eind van de eerste gedachte als het gaat over hoe heeft God het nu bedoeld. Want daar lezen we ook nog iets over aan het slot van Genesis 2. Vers 24 zegt de Heere, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn. Als we willen weten hoe God het bedoeld heeft, hoort dit er helemaal bij. Het is immers nog Genesis 2. Zondeval is nog niet in de wereld gekomen. Dit hoort bij Gods goede ontwerp voor man en vrouw. En dan wil ik die drie dingen eruit halen, die drie werkwoorden. Verlaten, aankleven en één vlees zijn. Eerst maar dat eerste woord, verlaten. De man die zijn vader en zijn moeder zal verlaten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je eenmaal een vrouw hebt of als je eenmaal getrouwd bent, dat je niet meer bij je ouders op bezoek hoeft te gaan. Dat je ze verlaat en ze vervolgens nooit meer ziet, dat wordt er niet mee bedoeld. Er zit wel een hele diepe les in. Vanaf het moment dat je getrouwd bent, ben je een nieuwe eenheid als man en vrouw. Dat betekent dat je allereerst met elkaar overlegt. Allereerst de dingen samen deelt en samen bespreekt. En zeg ik maar tegen de ouders in ons midden die getrouwde kinderen hebben, daar moeten ze wel van u de ruimte voor krijgen. Dat is Gods ontwerp. Zo is het bij u trouwens toch ook gegaan. Hoe oud was u toen u trouwde? 20, 22? U kijkt er misschien nu op terug van hoe is het allemaal goed gegaan? En we waren zo jong en... Ja, maar haal dat er eens bij als het gaat om uw getrouwde kinderen. Geef ze de ruimte om die nieuwe eenheid ook te zijn. Ik heb het in de verschillende gemeenten die ik mocht dienen wel meegemaakt. En soms is dat ook in het ene gebied, in de ene regio wat meer het gebruik dan in de andere regio. Maar na de dienst was het vaste prik. Dan ging je koffie drinken bij pa en ma. En daar is op zich niks mis mee. Maar op het moment dat het elke week moet en er geen ruimte is om er een keer van af te wijken, dan bent u als ouders die dat van uw getrouwde kinderen verwacht niet goed bezig. Dat botst met hoe God het bedoeld heeft. Geef ze ruimte om die nieuwe eenheid te vormen. Verlaten. En dan vervolgens dat tweede. Zijn vrouw aankleven. Dat betekent niet, ja dat woord zit er ook wat in bedacht ik me toen ik het zo zei. Dat betekent niet dat je heel klef met elkaar bent. Maar daar zit iets in van een langzaam, maar zeker naar elkaar toe groeien.
om ook die nieuwe eenheid te kunnen zijn. Aankleven. Er zit ook iets in van twee vellen papier. Ik gebruik maar een voorbeeld. Die aan elkaar vastgekleefd, aan elkaar vastgelijmd zitten. Een wonderlijke eenheid. En toch als die eenheid er niet meer is. Soms zijn man en vrouw 50, 55, 60 jaar getrouwd, helemaal verkleefd met elkaar. En als dan één van beiden wegvalt, dan is het alsof ze losgescheurd worden van elkaar. En jongens en meisjes, zo is dat toch met twee papieren die je aan elkaar plakt. Als je die losmaakt van elkaar, dat ziet er lelijk en gebutst uit, beschadigd, hier een scheur en daar een oneffenheid. Zo een eenheid te vormen. En dan dat derde. Dan pas. Eén vlees zijn. Wordt ook heel vaak omgedraaid. Ik stip het nu maar kort aan, omdat we er in een van de komende preken uitgebreider bij stil zullen staan. Maar dit is wat er in de verkeringstijd nodig is, jongeren. Dat je eerst geestelijk naar elkaar toe groeit. Weet wie de ander is. Weet hoe de ander denkt. Weet hoe de ander in het leven staat. Aankleven, elkaar steeds beter leren kennen. En dan pas die lichamelijke eenwording. Als je dat omdraait, ga je tegen de orde van God in. Eerst elkaar lichamelijk leren kennen. Zonder eigenlijk te weten wie die ander echt is. Dit is de heilzame orde van God. Zo heeft hij het bedoeld. Verlaten, aankleven, één vlees zijn. Goddelijk ontwerp. Maar gemeente, zo is het niet gebleven. Daar gaan we bij stilstaan in onze tweede gedachte. Een diepe val. Adam en Eva zijn goed geschapen. Ze zijn echter heel diep gevallen. En door die val is niet alleen de band tussen God en mens ontwricht. Door die val is ook de band tussen mensen onder elkaar, ook tussen man en vrouw, ontwricht. De zonde heeft als het ware het samen van Adam en Eva kapot gemaakt. Ze staan niet meer naast elkaar, maar tegenover elkaar. Dat zien we heel letterlijk gebeuren in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Waar Adam eerst een loflied zong op zijn vrouw. Deze is been van mijn benen, vlees van mijn vlees, maninne, die wonderlijke eenheid. Naast elkaar stonden ze, uit zijn rib genomen, staan ze nu tegenover elkaar. En horen we Adam in Genesis 3 vers 12 zeggen, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Dan heeft ze niet eens meer een naam. Dan zingt hij ook niet meer over haar. Die vrouw die u bij mij gegeven heeft, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En hij veegt zijn straatje schoon. Haar schuld. Ziet u, ze staan ze tegenover elkaar. Schuift de schuld af op zijn vrouw. En eigenlijk schuift hij de schuld af op God. Want het is de vrouw die u, Heere God, aan mij gegeven hebt. Als u dat niet gedaan had, dat zegt hij niet. Maar dat zit er ergens wel in. Als u dat nou niet gedaan had, dan was dit niet gebeurd. En hoe is dat bij Eva? Gaat zij dan vervolgens naast Adam staan? Nee, ze schuift ook de schuld af. Ze schuift de schuld af op de slang. Als die slang haar niet bedrogen had, dan was dit allemaal niet gebeurd. Ze wordt niet eerlijk tegenover God. Ze wordt niet eerlijk tegenover haar man. Ook Eva veegt haar eigen straatje schoon. Een gemeente, dat gebeurt nog steeds. Dat man en vrouw niet naast elkaar staan. Ze zijn geroepen om dat te doen, om zo naast elkaar te staan. Maar wat staan ze vaak tegenover elkaar?
En dan kunnen er harde verwijten vallen. Jij altijd met je dit, ja, maar jij altijd met je dat. De eigen straat schoonvegen, het is de schuld van de ander. En intussen kom je steeds dieper in je loopgraaf te zitten. Herkent u het? Wat is dan de weg? Ga weer naast elkaar staan. En als u zegt, ja, maar dat kost me mezelf. Dat is waar. Maar je wint er de ander mee. Ga weer naast elkaar staan. En hoe meer je voelt, dat wil ik eigenlijk niet, hoe meer toch het gebed moet vermenigvuldigen. Geef mij de genade om dat te doen. Maar gemeente, de zonde heeft nog op een andere manier een wig gedreven tussen Adam en Eva. Ook dat hebben we gelezen met elkaar. Openheid en spontaniteit. Genesis 2, vers 25. Ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Openheid en spontaniteit maakt plaats voor schaamte en voor schrik. Want op het moment dat ze vallen, gaan hun ogen open. Dan komt er die schrik. De Heer, komt er die schrik voor elkaar? Komt er die schaamte tegenover de Heer? Komt er die schaamte tegenover de ander? Wat is het wonderlijk dat de Heer God daarin voorziet. Dat hij ze kleding geeft. Dat hij hun schaamte wegneemt. Zodat ze niet meer weg hoeven te schuilen voor God. En zich niet meer hoeven te schamen voor elkaar. Hij geeft ze kleding. En gemeente, dan wil ik drie lijnen trekken. Een lijn naar onze tijd. Een lijn naar onze kleding. En een lijn naar onze ogen. Eerst een lijn naar onze tijd. Een tijd waarin alles moet kunnen. Tenminste, dat is de gangbare norm. Alles moet kunnen. En wie is de ander om tegen mij te zeggen dat iets wel of niet mag? Als ik me er goed bij voel, dan doe ik het gewoon. En dat leidt tot schaamteloosheid. Schaamteloosheid in hoe we met elkaar omgaan. In hoe we ons kleden. Hoe we met het andere geslacht handelen. Lijn naar onze tijd. Waarin die scheppingsgaven, dat tot één vlees zijn, tot een consumptieartikel verworden is. Lijn naar onze tijd. Gemeente, ook een lijn naar onze kleding. Waarom hebben Adam en Eva kleren gekregen? Om zich te bedekken. En zo is het nog steeds. Waarom hebben wij kleding aan? Nou, daar kun je natuurlijk allerlei antwoorden op geven. En kleding is ook echt iets waarmee je etaleert, waarmee je laat zien wie je bent. Misschien ook wel bij welke subgroep je wilt horen. Dat zal er vast ook wel in zitten. Maar dit is nog steeds de basis. Kleding is om te bedekken. En dus niet om te ontdekken. Niet om te onthullen. Niet om de zinnen te prikkelen. En gemeente, daar moeten we met elkaar in het licht van het woord echt scherp op zijn. Ik zeg dat niet alleen tegen de jongeren. Als het gaat over hoe je je kleedt. Is dat nou om te bedekken of is dat om te prikkelen?
Ik zeg het ook tegen de ouders, ook tegen de vaders. Hoe wilt u dat uw dochter over straat gaat? Hoe ze nagekeken wordt? En als u zegt, daar heb ik nog nooit echt over nagedacht, dan moet u dat vandaag gaan doen. Een lijn naar onze kleding. Het geldt trouwens voor jongens en voor meisjes, voor mannen en voor vrouwen. Niet om te ontdekken, niet om te onthullen, maar om te bedekken. En die derde lijn, die hoort er trouwens wel helemaal bij. Misschien was iemand mij al voor en die zei van ja, kleding en te bedekken. En misschien dacht je al aan hoe moslims gekleed gaan. En moet dat dan zo? En wordt dan niet alles bij een meisje of bij een vrouw gelegd? Die moet maar zedig gekleed gaan en eerbaar gekleed gaan. En is dat niet te makkelijk? Nou, je hebt gelijk. Jij bent verantwoordelijk hoe jij je kleedt, dat is waar. Maar het mag niet zo zijn als je als man dan maar mag doen en mag laten, mag kijken wat je zelf wilt. Ik denk aan Job. We lezen in Job 31, vers 1. Iets wat we allemaal moeten doen, gemeente. Als man, als jongen. Hij zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. En voegt hij er dan aan toe, hoe zou ik dan acht gegeven hebben op een maagd? Job is een man van vlees en bloed. En juist daarom zegt hij, heb ik een verbond met mijn ogen gemaakt. Ik mag niet mijn ogen zomaar de vrije kost geven. Ik mag niet zomaar een meisje of een jonge vrouw, of al zou het een wat oudere vrouw zijn, nakijken. Met een onzuivere blik. Met een blik die misschien de radertjes hier doet laten draaien. Dat je zo'n vrouw, zo'n meisje in je gedachten, in je denkwereld, op je netvlies meeneemt. En misschien wel op je netvlies overspel met haar pleegt. Nee, zegt Job, een verbond maken met onze ogen. En dan zegt hij erbij, hoe zou ik dan nog kunnen kijken? Hoe zou ik dan mijn ogen nog de kost kunnen geven aan een maagd, aan een jonge vrouw die voorbij loopt? En daarom ja, het is een verantwoordelijkheid voor meisjes, voor jonge vrouwen, voor vrouwen, ook voor jongens en voor mannen, hoe we gekleed gaan. Maar het is en het blijft ook onze verantwoordelijkheid, wat wij met onze ogen doen. Dat zouden we toch eigenlijk met elkaar af moeten spreken. Natuurlijk biddend om de hulp en om de genade en om de kracht van de Here. Maar dat we allemaal zo'n verbond met onze ogen gaan sluiten. Zo, gemeente, keren we terug naar die diepe val. Eén ding wil ik daar nog over opmerken. Die val brengt ook straf, brengt ook oordeel met zich mee. En die raakt Adam en Eva juist in hun identiteit als man en als vrouw. Daarom behandel ik het ook nu. De straf van Eva. Lezen we in Genesis 3, vers 16. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. Alle moeders in de gemeente weten wat dit is. De vaders een beetje. Als ze erbij gestaan hebben en zich zo machteloos voelden. Al kan een tekst als deze ook ontzettend pijn doen als we de kinderzegen nog niet ontvangen hebben. En dat zo'n pijnlijke leegte in ons hart is. Pijn die gepaard gaat met het krijgen van kinderen. En toch, gemeente, die pijn valt nog in het niet bij de pijn die daarna komt. In het tweede deel van vers 16. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Wat betekent dat? Wat zegt de Heere daarmee? Nou, het is in de eerste plaats goed om vast te stellen, gemeente, dat daar wordt nog wel eens anders over gedacht. Dit is geen gebod van de Heere dat ze heerschappij mogen hebben over hun man, over hun vrouw.
De Heere zegt hier hoe het gaan zal. Wat het gevolg is van de val. Tot uw man zal uw begeerte zijn. Daar klinkt iets in door van Eva die zich niet schikken wil naar de plek die ze van de Heere gekregen heeft als hulpe tegenover Adam. Ze wil hoofd zijn. Tot uw man zal uw begeerte zijn. Ze zal niet tevreden zijn met de plek die ze van de Heere krijgt. En hij zal over uw heerschappij hebben. En daar gaat het niet minder mis overigens. Daar wordt getekend dat de man zijn macht, ook zijn fysieke overwicht, zal gebruiken om, koste wat het kost, de leiding te blijven houden. Gemeente, we zien dit binnen het huwelijk. Kleineren en vernederen. Huiselijk geweld. Geweld tot in de slaapkamer toe. Maar we zien dit ook buiten het huwelijk. Geweld tegen vrouwen. Misbruik. Seksueel geweld. Wat een gebrokenheid heeft de val met zich meegebracht. Ook als het gaat over die man-vrouw verhouding. Maar gemeente, dat is het tweede. De man krijgt ook straf. En die straf lezen we in vers 17 tot en met 19. Dat is heel opvallend, gemeente. Hoe had Adam het ook alweer gezegd? Die vrouw die u bij mij gegeven hebt. Haar schuld, hij veegde zijn straatje schoon. Gaat de Heere daarin mee? Geen zins. Dus kijk met hoeveel nadruk de Heere Adam aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. Die hij probeerde af te schuiven. Tot Adam, vers 17, zei hij, terwijl gij, Adam, jij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. En van die boom gegeten hebt waarvan ik u gezegd had, Adam, ik heb dat tegen jou gezegd. Zeggend, gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Ziet u hoe de Heere keer op keer dat pad van Adam, waarlangs die wil vluchten, afsnijdt en zegt, Adam, jij was het hoofd. Het verbondshoofd. Jij hebt gegeten. Ik had het tegen jou gezegd. Leg de schuld bij Adam neer. Spreekt de Adam op aan. En daarom de pijn waar we net bij Eva over lazen, die komt ook terug bij Adam. Weliswaar op een andere manier, daar zien we weer dat gelijkwaardig, maar niet gelijk. Vrouwen kunnen kinderen krijgen, mannen niet. Ook dat hoort bij die goddelijke orde die vandaag van alle kanten ook weggedrukt wordt. Bij Adam gaat het over de pijn die met zijn werken gepaard gaat. Het zal gepaard gaan met pijn, dorens en distels. Ja, daar horen we die agrarische samenleving terug die Adam en Eva straks zullen gaan beginnen met hun kinderen. Maar het is niet de enige pijn. Je hebt misschien ook wel heel veel pijn op uw werk. Pesten op de werkvloer. Stress, burn-out. Het eigenlijk niet meer zien zitten, dat gaat allemaal terug naar onze diepe val. En het meest ingrijpende, daar eindigt de Heere mee. En dat geldt voor Adam en voor Eva. Ze zullen terugkeren tot het stof waaruit ze genomen zijn. Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Zo worden ze de hof uitgezonden. Confronterend is dat, vers 23, om de aardbodem te bouwen waaruit ze genomen zijn. Dat wil zeggen, elke keer als Adam de schop in de grond steekt, dan wordt hij eraan herinnerd, daar zul je eindigen, Adam, door jouw zonden. En het zou niet onrechtvaardig zijn als dit het was, wat er over man en vrouw in het Bijbels licht voor en na de val gezegd zou kunnen worden. Dat zou niet onrechtvaardig geweest zijn. En toch, dat heeft de Heere niet gewild. En daarom onze derde gedachte, een wonderlijke belofte.
Want God spreekt na de zondeval niet alleen van oordeel. Daar spreekt hij wel over. Heel eerlijk, hoe het gaan zal. Het vonnis dat ze over zichzelf hebben afgeroepen. Maar hij spreekt ook over genade. Daar begonnen we te lezen in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, gij zult de verzenen vermorzelen. De moederbelofte. Over een wonderlijke belofte gesproken. Want dat is het toch. We zijn zo vertrouwd met die moederbelofte. Dat we er zomaar overheen kunnen lezen hoe wonderlijk deze belofte is. Eerst maar het wonder dat God over herstel spreekt. Want Adam en Eva hadden het verdiend om zonder hoop, zonder verwachting, zonder toekomst. Gedoemd om altijd tegenover elkaar te blijven staan. Om zo het paradijs uitgezonden te worden. Zoals het voor de duivel is. Voor de slang klinkt geen belofte in het paradijs. Hij heeft zich buiten de zaligheid gezondigd. Er is geen herstel, geen genade, geen evangelie voor de duivelen. Voor Adam en voor Eva en daarmee voor ons wel. En dat is een machtig wonder, gemeente. En het is niet alleen die belofte die zo wonderlijk is, maar ook hoe dat dan gaat en de inhoud van die belofte. Hoe de Heere dat herstel werkt, dat is toch wonderlijk. En dan zien we dat de Heere vloek verandert in zegen. Bij de straf van Eva zei hij het, met smart zult gij kinderen baren. En nu zien we hier hoe de Heere die smart toch genadig wil ombuigen. Want juist langs die weg van het met smart kinderen baren, zal uiteindelijk die grote zoon van David, de Heer Jezus Christus, de Messias, geboren worden, die de kop van de Satan zal vermorzelen. Die zal langs die weg op deze wereld komen. Het oordeel van het met smart kinderen baren loopt uit op de genade van de geboorte van het vrouwenzaad. De Heer belooft zijn zoon te zenden. En gemeente, bedenk eens even voor een moment in wat voor wereld de Vader zijn zoon zond. In een wereld die bol stond van het zondigen tegen het zevende gebod. En als u zegt dat is toch overdreven om daar zo op in te zoomen, dan moet u maar eens opzoeken hoe vaak de Heer Jezus het tijdens zijn omwandeling op aarde heeft over dit boos en overspelig geslacht. Ook de wereld toen was er al vol van. En de ene keer, we hebben dat zo even gezien, kwamen ze bij hem met een vraag: hoe zit dat dan precies met die scheidbrief van Mozes? En de andere keer hebben ze een vrouw bij zich: we hebben er in overspel gegrepen, zegt u het maar, wat moet er met haar gebeuren? Een wereld vol van overspel. En dan heb ik het nog niet over dat lage, dat gemene, wat ze hem in de schoenen wilden schuiven, Johannes 8, vers 41. En het lijkt zomaar een terloopse opmerking midden in een gesprek. Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tot hem: wij zijn niet geboren uit hoererij. Zit daar niet ook iets heel gemeens achter? Wat later in het Jodendom ook ontzettend is uitvergroot. Hij is geboren uit hoererij. Wij zijn niet geboren uit hoererij. U wel. Die zweem hangt er althans. Want hoe was dat met Jozef en Maria? In zo'n wereld is die gezonden. Door zijn vader. Waarin ze dit etiket op hem durfden te plakken. Geboren uit hoererij. Zo is hij de weg gegaan. En waar eindigde hij de weg? Aan het kruis. En hoe hing hij daar?
weet wel, ik las het afgelopen week bij de voorbereiding. Menig kunstenaar heeft er nog een lendendoek bij getekend. Of hij wordt erbij verteld in een kinderbijbel. Hij hing daar naakt. Wat aangrijpend. Waar de eerste Adam nog kon wegkruipen achter een vijgenblad, daar hangt de tweede Adam naakt aan het kruis. Hij kan zich nergens achter verschuilen. En gemeente, we worden onder de verkondiging aangespoord om op hem te zien, die daar naakt aan het kruis hangt. En gemeente, als we dat doen, dan moet ik denken aan enkele bekende versregels. Moede kom ik, arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. We hebben net als Adam en Eva, laten we maar eerlijk zijn tegen elkaar. We hebben net als Adam en Eva onze vijgenbladeren. We komen niet zo graag voor de dag zoals we zijn. We hadden het er vanmiddag aan tafel nog even over. Jongeren, het is eigenlijk net als Hunter, afgelopen vrijdag. Hoe ging dat? Je liep daar buiten in het holst van de nacht. En er kwam er opeens een auto aanrijden. Felle lampen, sommigen hadden wel heel felle lampen. En wat deed je dan? Wegduiken. Wegduiken. Zo doen wij van huis uit voor God en voor die lichtbundel van zijn woord en van zijn geboden. Wegduiken achter onze vlijgenbladeren. We willen niet eerlijk worden. Want dan wordt onze naaktheid zichtbaar, dat we helemaal niets hebben. Bij de een is het het vijgenblad van zijn tranen. Bij de ander het vijgenblad van zijn levensverbetering. Weer voor een ander het vijgenblad van zijn eigen gerechtigheid. Maar u moet er maar mee rekenen, als de Heilige Geest gaat werken, schuift hij al die vijgenbladeren opzij. En dan staan we daar naakt tegenover God. Nee, ik zeg het niet goed. Dan staan we daar naakt tegenover de zaligmaker die naakt hing aan het hout van het kruis. Dat is het geheim van het kruis, evangelie. Dat we in onze naaktheid en in onze schande, met al die onreine gedachten, met die ogen die we alle kanten op laten gaan, met die onzuivere blikken op hem mogen zien. Gemeente, één ding nog voordat we de preek besluiten. Het kruis laat ons niet alleen zien het geheim van de rechtvaardiging van de goddeloze, één die alles tegen heeft, die naakt aan de dijk staat. Maar we zien aan het kruis ook het geheim van de heiliging. We zijn immers in het derde stuk van de Heidelberger Catechismus, het stuk van de dankbaarheid. En dan is het waar dat je tot hem mag komen zoals je bent. Maar gemeente, vergeet niet, allen die tot hem komen, die kunnen niet blijven zoals ze zijn. Dat hebben we zo even toch ook gelezen. Antwoord 109, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Ik vond het wel bijzonder, hè? Ons lichaam, dat weet u ook vanuit de brieven van Paulus, een tempel van de Heilige Geest, maar heel nadrukkelijk ons lichaam en onze ziel, tempels van de Heilige Geest. Dat ging lijnrecht in tegen het denken in de tijd van Paulus, waarin gezegd werd, het gaat om je ziel, die moet zuiver zijn. Die moet gewassen zijn door het bloed van Christus. En dat lichaam, dat is maar minder waardig. Daar mag je mee doen wat je wilt. Niet dus. Lichaam en ziel, twee tempels van de Heilige Geest. En in die tempels, gemeente, daar mag u niet zomaar wat aanrommelen. Sterker nog, als u genade ontvangt, dan wilt u ook niet zomaar wat aanrommelen in die tempels.
gaat er van het kruis een prikkel tot heiliging uit. Dan ga je teer leven. Echt waar. Dan ga je teer leven als je getrouwd bent. Als je verkering hebt. In wat je kijkt. In wat je aantrekt. Teer leven. Nee, gemeente, dat voeg ik er direct aan toe. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer tegen het zevende gebod zondigt. Was dat maar waar. Maar dan gebruik je dat niet meer als een goedkoop excuus. Dat kan het zomaar zijn. Ja, we komen hier de zonde toch nooit te boven. En je hoort er bijna opluchting in doorklinken. Want dan kunnen we maar een beetje doorleven zoals we nu doen. Dat is geen teken van genade. Echt niet. Op het moment dat de Heilige Geest zijn intrek in de tempels van lichaam en ziel neemt. Nee, dat wil niet zeggen dat je zondeloos wordt. Maar je gaat er wel naar verlangen en naar streven. Net als Paulus. Het goede dat ik wil, dat was zijn hart. Dat was zijn leven, dat wilde hij, daar verlangde hij naar. Ook over het zevende gebod, het goede dat ik wil. Zegt u het hem na, ook als het over het zevende gebod gaat. Het goede dat ik wil, Heer, ik wil het helemaal niet. En toch gebeurt het soms zomaar weer. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Wat kun je dan tegen jezelf aanlopen? Wat kun je dan soms ook van jezelf walgen? Toch, gemeente, daar eindig ik mee. Dan hangt er vanuit de hemel een touw. Het touw van zijn belofte. Ja, natuurlijk is dat allereerst die moederbelofte. Christus die gekomen is. Om elke keer weer opnieuw bij hem te schuilen. Maar ik bedoel nu een ander touw. Het touw van zijn belofte. Welke belofte? Nou, dat we elk gebod ook kunnen lezen als een belofte. Gij zult niet echt breken. En gemeente, hoe meer u wegschuilt bij Christus, met al uw onvolkomenheden, hoe meer hij door zijn geest die belofte in uw hart en in uw leven, in die twee tempels, zal gaan uitwerken. Gij zult niet echt breken. En hoe meer dat werkelijkheid wordt, hoe meer je dan gaat uitzien naar de volledige vervulling van deze belofte straks in die hemelse tempel, waar het volkomen zuiver is en waar de zijnen volkomen rein hem mogen grootmaken tot in eeuwigheid. Amen.